in vergelijking met de vorige tegenstander van Feyenoord. Een Engelse ploeg die voorspelbaar was. Monaco is een onvoorspelbare ploeg met veel talent, met veel techniek en met veel verrassing. En daarvoor is Wim Jansen bang, omdat Feyenoord het een aantal spelers mist die deze wedstrijd tot een hachelijk avontuur gaan maken. Een hachelijk avontuur dat, zo zei Wim Jansen, de trainer van Feyenoord die op de bank is teruggekeerd, alleen maar gunstig kan aflopen. Want wat kan je verwachten als je drie spelers mist? De ambiance aan de kant van de gastheren. Er zijn tussen de 1500 en 2000 Rotterdammers in dit stadion. Die hun ploeg gaan zien zonder Peter Bos. Die geschorst is na de derde gele kaart. Die in Londen kreeg voorgetoverd. Zonder De Wolf. Die de inmiddels bekende kwetsuur aan de enkelbanden heeft opgelopen op de training. Vorige week maandag. En zonder Sabau, afgelopen zondag geblesseerd geraakt. En nogal ernstig geblesseerd geraakt in de wedstrijd bij PSV. Zo geblesseerd dat het zelfs twijfelachtig is of hij over twee weken in de return alweer van de partij kan zijn. Dit is de ploeg van Monaco. Ettori, de aanvoerder, is een oude bekende, zowel oud als bekend. En let vooral op de nummers 7, 9 en 11, de Portugees Rui Barros, de spits Jorge Vea en de tweede spits Fofana. Dat zijn de spelers van wie zeker het gevaar bij deze Franse ploeg zal komen. En dan Feyenoord. Het was eigenlijk vrij simpel om een opstelling te maken, zo zei Wim Jansen. Want met drie spelers weg en een klein kader kom je tot deze elf normaal gesproken. Het is de bekende formatie met het gegeven dat Van Gobbel als mandekker tegen Fofana zal spelen. En dat Sjaak Troost Rui Barros zal opvangen als hij de vleugel verlaat. Henk Vrezer is degene die Josh Wea, de topscorer van deze Franse ploeg, zal moeten opvangen. Brian McGinley, de scheidsrechter uit Schotland. En het is tegen 8:30 hier in het Prinsdom, waar het gisteren loeihard geregend heeft. Dat verwacht je niet in het zuiden van Frankrijk, maar het was wel zo. Vandaag is het droog gebleven. Er is alleen in de loop van de avond een wind opgestoken die weliswaar niet te vergelijken is met de Mistral. Maar die toch het weerbeeld weer totaal veranderd heeft in vergelijking met de eerste dagen dat Feyenoord hier aankwam. Want Feyenoord is hier maandagavond gearriveerd en ongeveer parallel daaraan begon het te regenen. Ettori, ooit nationale doelman geweest van het Frans nationale elftal. Hij is al 36 en hij speelt zijn hele leven al voor dit AS Monaco. Het is zijn 16e seizoen en wat dat aangaat is hij te vergelijken met Sjaak Troost bij Feyenoord, die al voor het 14e seizoen voor de Rotterdamse ploeg actief is. Hij is opgeroepen door de blessures en de schorsingen. Hier is hij, Sjaak Troost. Het is bekend dat hij wegens familieomstandigheden de begrafenis van zijn vader afgelopen maandag niet mee kon. Zijn vader was een fanatiek Feyenoord supporter. En dat maakt het eventueel makkelijker om de klus van vanavond hier in Monaco voor deze Sjaak Troost op te knappen. Verder zal Feyenoord bekend spelen, vertrouwd spelen. De ploeg is immers degelijk, dat is gebleken uit de cijfers. Deze Van Gobbel, die normaal niet op een basisplaats mag rekenen, moet dus het gevaar Fofana, de spits aan de linkerkant, opvangen. Die snelheid in zijn vaandel heeft staan, maar dat heeft Van Gobbel ook. En Feyenoord zal een lastig karwei moeten opknappen op de bekende degelijke wijze. Dat is de opzet van de wedstrijd die nu is afgetrapt. Van Gobbel dus aan de rechterkant met een paas die niet aankomt, maar hier is Heus. Bal uit via de rechterverdediger Valeri. Duw- en trekwerk tussen Valeri en Blinker terwijl de ingooi in aantocht is. Een vermaning van de scheidsrechter voor de Franse rechtsback. En in het centrum, omdat er ook een schorsing is aan de kant van Monaco, centrumverdediger Petit, de enige international, speelt nu de jonge Thuram met nummer 4 naast Mendy. De vrije verdediger normaal gesproken, al wisselen ze elkaar vaak af. Dit is de Portugees Rui Barros.
bekend van Porto en Juventus. Heus gooit en kopt nu. Kipric. Valeri. Kipric. Bal uitgespeeld door Diep. Rob Witsche kent het Franse voetbal. Hij gaf de bal aan Heus. Want Rob Witsche speelde immers in Frankrijk voor Saint-Étienne. Zoals de geschorste Peter Bos actief was in dit land voor Toulon. Kipric. En voor het eerst Taument. Met Sonor zijn persoonlijke tegenstander. Van Gobbel. Taument. Van Gobbel. Scholte. Troost. En het is geen buitenspel voor Witsche. En Torrie is eruit en Blinker prikt de bal naast. Dat was weliswaar niet zo snel, maar bijna ook een snel doelpunt voor Feyenoord. Zoals eerder Ajax vandaag. En de onzekerheid is er alweer te zien bij die doelman. Lastig gemaakt door Witsche, toegegeven. En dan Blinker met de poging. Was in ieder geval een hoopgevende start. Heus onderschept de paas bedoeld voor Rui Barros. Hier is Diep. Daarachterin is Fofana. Daar is Diep weer. En het is Troost die de bal tot corner brengt. Hoekschop van de rechterkant van Passi. Inzet van WA recht op de groei af. Zo zijn in de eerste vier minuten de stellingen betrokken. En de uitgangsposities verdeeld. De goeie en Metgod proberen het tempo van de wedstrijd naar de hand van Feyenoord te zetten. De lange paas van Metgod richting Taument. Scholten. Troost krijgt de vrije trap tegen. En dit is Passi. Thuram. Valeri. Mendy. Opbouw moet dan beginnen bij Puel. De meest verdedigende middenvelder. En hier is WA. Troost vindt de bal net op tijd. Maar de overname komt van Diep. En daar is Van Gobbel. Die Fofana in de rug reed. En daarom de bal opnieuw tot de hoekschop brengt. Ook het centrale duo met de kopsterke Mendy is mee voorin, maar dit keer heeft de goede bal.
Witsche. Buitenspel van Kiprić. Scheidsrechter heeft het in eerste instantie niet gezien. Fluit nu toch. Op het moment van spelen van Witsche was Kiprić inderdaad buitenspel. Barros. Nu dus weg van de rechtervleugel zoals hij graag vaak uitwaaiert. Scholte. Kiprić. Niet. Hier is Barros in het centrum. Verdedigd door Witsche en dat is nuttig en goed. Van Gommel weer zonder denken of kijken. Heus. Witsche. Teruggebracht door Thuram. Goal van Troost en een overtreding tegen Kiprić. We gaan door Puel. Feyenoord is een ploeg die hier in Monaco in Frankrijk hoog in aanzien staat. Het heeft immers al een keer de Europa Cup 1 gewonnen. Een keer de UEFA Cup gewonnen. En nu krijgt Taument een vrije trap. Op de hakken getrapt door Sonor. En Franse ploegen hebben weliswaar tot 4 keer toe een Europa Cup finale bereikt, maar er nog nooit één gewonnen. En Monaco wil dat bijzonder graag. Schot van Witsche scoort! Wat een opening na 8 minuten en 5 seconden. En wat een opluchting voor Feyenoord. Rob Witsche. En Ettori lijkt verrast. De afstand was toch 20 meter. Maar de kleine doelman komt er net niet bij. En Feyenoord leidt. Wie had dat gedacht? Moment. Met Scholte. Het is het eerste doelpunt voor Feyenoord in dit Europese seizoen buiten Rotterdam. Vrije trap van Mendy. Het hoofd van Troost. Scholte maakt het, of Kiprić maakt het Sonor lastig. Hier is weer Mendy. Met diep. De groei. Zeker op dit schot van te grote afstand. Witsche. Hij wordt steeds belangrijker voor de ploeg van Feyenoord. Dat is zojuist alweer gebleken. Hier is Puel. Geen overtreding van Witsche. Diep. Valéry. Puel. Thuram. Mendy probeert het van afstand tegen Frezer aan. En Frezer krijgt dan voor afhouden een vrije trap tegen. Staat nu naar de zin van McGinley. Bij de bal staat diep en passie schiet tegen de snel uitgekomen verdediging van Feyenoord aan. En dat was goed gezien en gedaan.
Vrij trap tegen Taument. In een ambiance die beheerst wordt door het uit Rotterdam meegereisde publiek. Hier is Barros. Met God. De routinier. De groei nog steeds niet gepasseerd. In dit hele seizoen. 6 wedstrijden en inmiddels 11,5 minuut. De groei stuurt heus weg. Gaat vertrappen richting Kiprić. Scholte. Bos. Bos. Troost. Taument. Scholte. Diep. Barros. Linker. Fofana. Fofana. Met God. Scholte, Troost, Taument. Kiprić. Passie. Voorin, Loert, Wea. En als hij helemaal weg is, is het lastig. Frezer. En de bal gaat achter. Het laatst geraakt, zegt de grensrechter, door Wea. Maar McKinley overroelt hem en geeft een hoekschop. En heeft het gelijk aan zijn kant, want Frezer was het die de bal over de achterlijn bracht. Passi. Langs de groei als langs Wea. Frezer. Blinker staat wat geïsoleerd aan de linkerkant. Valérie, zijn tegenstander, komt. Legt de bal achter de medespeler. En nu is Blinker dus even verlost van die verdediger, die Valérie. Dat wordt opgevangen door Puel. Correct. Passie. Diep. Fluitsignaal gold voor Fana. Van Gommel. Situatie na een kwartier. Het doelpunt van Witsche dat de rest van de avond en eventueel over 2 weken in Rotterdam wel eens van zeer grote waarde kan blijken. Rui Barros en Frezer koeltjes terug. Heus. Kiprić, Witsche, maar Blinker start er niet eens. Mendy. Passie. Wea. Diep. Barros. Interventie van Frezer.
Passy. Witske. Geen overtreding van Fraser dus. En Feyenoord weg. Met Kiepric. Blinker net niet. Verdedigd werd door Mendy. Van Gobbel nu. Die nu op achterstand is tegen Fofana. Zonder gevolgen. Calment. Gobbel. Conversatie tussen Metgod en de scheidsrechter. Metgod die ook deze vrije trap neemt. Puel. Diep. De twee mensen centraal op het middenveld. Dit leek me geen overtreding van Troost. En McGinley gaat er ook niet op in. Puel. Ja, maar niet voor Van Aan, wel van Gobbel. Nu is dat met. Zoek is naar die treffer. Naar het ritme. Linker houdt de bal binnen. Duel, Passy. Fofana kruist met WA. Maar Metgod zit er tussen voor een van beide aangespeeld kan worden. Scholten zoekt Blinker. Kiepric is in het centrum aardig vrij. Blinker moet afrekenen met zijn tegenstander, met Valérie. Dat lukt. Dan is hier diep. Passy. Thuram. Fofana. En het schot van Passy. Maar de groei toont waarom hij de minst gepasseerde doelman van Nederland is dit seizoen. Kiepric krijgt een vrije trap tegen. Hier is Passy, die min of meer gevonden is door Troost als directe tegenstander. Goed werk van Blinker. Heus. Troost. Scholten. En zo komt Feyenoord er aardig uit. Ook in de hoeveelheid. Scholten. Buitenspel dreigt. Maar zeker, geldt zeker niet voor Taument. Kiepric. Opbouw zoals vaak via Puel. Barros. Mendy. Maar
het is wevelend. Wevelender bijvoorbeeld dan 2 weken geleden tegen AS Roma. De ploeg die in de vorige ronde door Monaco werd uitgeschakeld. Fofana en Wea. Dat zijn de momenten die gevaarlijk zijn. En Van Gobbel beoordeelde Fofana verkeerd. Daardoor kreeg Wea de mogelijkheid. Want Van Gobbel liet Fofana voor zich komen. Van Gobbel nu wel goed in het duel met dezelfde Fofana. Duel. Diep. Mendy. Linker. Kiprić tussen de beide centrumverdedigers in. Het is Mendy die verdedigt. Valérie. Puel. Fofana. Van Gobbel blijkt de winnaar. En precies halverwege de eerste helft zijn de eerste fluitsignalen te horen van de kant van de supporters van Monaco. Die overigens nu in redelijk grote getalen aanwezig zijn. Het stadion is bijna vol. Maar bij competitiewedstrijden zitten er in deze gemeente waar wel meer amusement te vinden is. Normaal gesproken maar 2 tot 3000 man. Wea. Heus zit mis. Wea. Kapt tegenstander uit. Wacht lang. Biedt de kans aan Rui Barros. En een redding op de lijn. Met God. Ai ai. Rui Barros. Hij maakte voor Porto alles een keer. Heel Ajax. Gek. Nu vindt hij Met God op de lijn. En Feyenoord ontsnapt aan de gelijkmaker. Het is wel de vierde corner voor Monaco, weer van Passy. En maar achterin is Witsche. En die kiest voor opruiming. Monaco vangt. Wat moet door dit moment? Is een schot van diep gevaarlijk. Stuitte net voor de goeie op. En dan is het lastig voor een doelman. Schot van deze 31-jarige zesvoudige international. Witsche. Thuram. Barros. Over Wea. Van Gobbel raakt de bal. En daar is de gelijkmaker. Nog maar eens kijken. Van de voet van Gobbel. En daar is Valérie. En het is 1-1. 26e minuut. Tegenstander van deze blinker die scoorde. En nu is het oppassen voor Feyenoord. Wea. Overname van diep. Op het net.
Fofana met Van Gommel. Nu met Scholten. Duel. Thuram. Duel. Thuram is doorgelopen, de bal komt niet. De brede paas is slecht. Mendy. Sonor. Wea. Overtreding van Fraser. Jos Wea. Tweede topscorer in Frankrijk na Jean-Pierre Papin. Vrije trap van Passy. Met God. De Goeie. Die zijn eerste tegentreffer in dit Europese seizoen te verwerken heeft gekregen. Fraser verdedigt. Moment. Tipic houdt de bal binnen. Misverstand tussen Valérie en Diep. Witsche. Linker was te ver weg. Passy. Hier is Bea. Lang, 1,85 meter ongeveer. Zwaar, boven de 80 kilo. Maar o zo snel, bewegelijk en atletisch. Mendy vindt Sonor. Typisch verdedigt mee. En het is een achterbal met een doelschop. Sonor, de linkerverdediger. Geboren op Guadeloupe. Wea. Hoe snel was hij niet los van Fraser? Hoe nodig daardoor de rugdekking van Metgod? Hier is Scholten. Kipric. Talment houdt de bal binnen. Metgod. Heus. Witsche. Flinker. Is hij buitenspel? Hij is buitenspel. Heeft zich wat aan het spel getrokken tot nu toe, Regie Blinker. Maar dit was het moment dat hij er was. En op het moment van spelen zou het inderdaad wel eens buitenspel kunnen zijn. Fofana. Krijgt een gooi van Van Gommel. Speler afkomstig van die voorkust. Die is diep. Blinker. Blinker opnieuw, dankzij Witsche en dankzij misverstand. In het centrum is Kipric. Blinker kan ook naar binnen kruisen. Blinker vindt Kipric inderdaad. Oh, die had erin gemogen. Passy. Komt er niet aan. Schot van Wea. Kipic. Die beter moet kunnen dan wat hij daarnet deed. Misschien komt die mogelijkheid nu. Bal is bij Taument. Taument langs Sonor. En voorlangs bij onder andere ook Blinker.
Het is een geruststellend idee dat Feyenoord ook aanvallend weer wat inbreng heeft. Dat ontlast de verdediging iets. Deze Talment was in dit geval de man achter de actie. Puel. Wea. Thuram. Wea. En met God. Dat is zelfs heel goed. Blinker. Kipric zou rechtdoor kunnen zelfs. Kipric probeert het. Heel goed Kipric. En Torri tilt de bal over de lat. Dat was bijna de revanche voor deze Hongaarse Jozef. Corner van Feyenoord van Blinker. Volgt een tweede op. Blinker achter de bal met God steeds voorin. Te verlengen. Frezer is achterin ook. Maar de bal komt niet bij een Feyenoorder. Van Gobbel, Scholte. Blinker. Met God. Talment. Even van positie gewisseld bij een hoekschop, zoals vaak gebeurt met Blinker. Witske. Diep schiet de bal tegen Witske aan en dan over de zijlijn. Sprongen, het spel mag door en met God kan terugspelen. Scholte en passie. Passie. Een foto voor een vrije trap in het voordeel van Talment. McKinley. Topscheidsrechter uit Schotland. Zou ook naar het wereldkampioenschap in Mexico. Maar is toen door een schandaal even uit de top verdwenen. Maar inmiddels weer helemaal terug. Ingooien gaat naar Feyenoord. Bank van Feyenoord met helemaal achteraan Wim Jansen, nauwelijks te zien. En naast hem als assistent Matt Martens, want Geert Meijer is nog steeds geschorst. Voorzitter van Diep, het hoofd van Wea. Wea erg begaan met de toestand van zijn medeburgers in Liberia. Waar hij begon bij Yaoundé.
Scholten, Taument en Kipriets. Nee. Snor. Troost. Bal opgepikt door Kipriets. Maar goed verdedigd door Mendy. Vrij trap tegen Kipriets. En u ziet de hand van Puel in het verband. Competitiewedstrijd. Vrij recent. Heeft deze Puel een keer het doel moeten verdedigen. Thuiswedstrijd tegen Metz. Is hem op een gebroken hand komen te staan. Zijn doelman Ettori was eraf gestuurd. Er waren geen wisselmogelijkheden meer. En dit is dus het resultaat. Fofana. Zoekt naar Wea, maar Fraser kan ook hoog springen. Duel. Blikker is wat aangeslagen. Het spel gaat door. Bij diep. Daar is de groei. Bij het linker scheenbeen zit de pijn bij Regi Blinker. Regi Blinker die toch de laatste tijd al niet helemaal fit is. Zoals heel Feyenoord met de kleine selectie leidt onder de grote hoeveelheid wedstrijden die er op de ploeg afkomt. De competitie is weliswaar, dit is het moment dat de schade aanrichten. De competitie is nu weliswaar uit het hoofd gezet door Jansen en de technische collega's. Maar nog altijd is er een Nederlandse beker met volgende week een halve finale tegen Sparta. En nog altijd volop dit Europa Cup avontuur. Voor Monaco geldt trouwens min of meer hetzelfde. Want ook dat zit nog in de Franse beker, de kwartfinale. Het doet nog mee voor de titel tegen Olympique Marseille. Het neemt de regels van de sportiviteit in acht. En natuurlijk dan ook deze halve finale Europa Cup 2. Maar de ploeg hier uit het Vorstendom is financieel wat beter toegerust en heeft daardoor een wat bredere selectie dan Feyenoord. Ettori. Onzeker met Kipriets op komst. Wea. Appel voor Hens van Heus. Grensrechter steekt de vlag omhoog, dus de vrije trap volgt. Passi probeert het ineens tegen Blinker aan. Weer Passi. En weer niet goed. Troost. Witsche. Taument. Wat kort, daar moet met God op komen, maar dan komt hij goed uit de routinier. Balverlies bij Van Gobbel. Wea. Fraser tegenover zich. Wea in het strafschopgebied. Schot recht op de groei. De groei altijd rustig, maar wat een atleet deze Georges Wea. Yeah.
Gommel. Met God. Vrije trap wegens gevaarlijk spel. Dan waarschijnlijk wegens te laag koppen van Taument. Valérie paast slecht. Legt het af nu in het duel met Blinker. Dit is Puel. Dit is gericht in Kipric. Thuram. Mendy. Fofana. Duel. Sonor. Troost. Van Gobbel. Zo ziet het er met 2 minuten nog ongeveer naar uit dat Feyenoord met een gelijke stand de rust ingaat. Tenzij er ongelukken gebeuren, of aan de andere kant gelukken natuurlijk. Heus. Rui Barros met linker. Kwam in met gestrekt been. Mag toch door. Nu is de bal uit geweest. En heeft Blinker een klein conflict met Rui Barros. Als Rui Barros de terechtwijzing krijgt, mag Feyenoord ingooien. Dan wordt er nu gefloten tegen Gaston Taument. Heus voorkomt dat er zelfs een laatste aanval komt van de kant van de Monegasken. Maar dan is daar Blinker. In het centrum is Taument. Maar Thuram en Mandy verdedigen. Sonor. Het is rust. Het is 1-1. Doelpunten van Rob Witsche. Vrij snel, al na 8 minuten. Valérie, de verdediger van Monaco, maakt na 26 minuten gelijk. En dat is een uitgangspositie waarin deze wedstrijd in de tweede helft nog alle kanten op kan. Over 14 dagen de return in Rotterdam. En 3 dagen daarna in dit stadion. Een van de belangrijkste wedstrijden die waarschijnlijk ook wat meer publiek dan normaal zal trekken. Monaco, Olympique Marseille. De wedstrijd die gaat beslissen over het Franse landskampioenschap. En waarvoor, zeker met de supporters die uit Marseille meekomen, dit stadion uitverkocht zal raken voor de 3e keer dit jaar. De 1e keer was tegen AS Roma. En nu lijkt het stadion wel niet helemaal vol voor verdetten als deze WA, want dat is er een. Maar alle kaarten zijn in ieder geval besteld en uitgegeven. En verder hoeft al veel geld hier niet gekeken te worden. Want Prins Albert van Monaco voorziet direct en indirect dit elftal, wat hij min of meer als zijn ploeg ziet, van de nodige financiële injecties. En ook Renier, Prins Renier de Vorst, blijkt voor deze wedstrijd aanwezig.
Marco heeft afgetrapt. En hier is Fofana, de man in vorm, zegt men hier. En dat laat hij meteen zien, want hij loopt Van Gommel eruit. Dat is geen verenigde prestatie. Alleen het vervolg laat niet zien dat hij echt in vorm is. Youssouf Fofana werd gehaald door de ploeg uit Cannes, waar hij overgekomen uit die voorkust zijn carrière in Frankrijk begon. Thuram met God. Bereikt Blinker niet. Valérie. Mendy. Sonor, de man van Guadeloupe. Duel. Sonor, opnieuw duel. Brede paas naar nergens van Claude Duel. Heus bereikt, Blinker. Overname van Diep. Ja, in het centrum is Barros. En heel nuttig dus de interventie van Heus die terugkomt naar doelman De Goeie. Het oriede doelman weifelde, maar komt toch op tijd bij de bal voor Kyprisse was. Buitenspel van Bea. De bal is daar uit geweest waar Witsche gaat ingooien. Chauvinistisch zijn alle Fransen, dus ook de Monegasken. Het valt daarom ook te verwachten dat er nog zeker een demarrage, een krachtsinspanning van de thuisploeg volgt. Passy zoekt Fofana met Van Gommel. Sonor, Passy, aangepakt door Scholte, vrije trap. Mendy. De Goeie boven het hoofd van Wea. De voorzet van Diep. En daar is ook Passy achter de doelman. Scholten. Weggedraaid van Passy. Met God. Sonor. En het hoor. Diep. Mendy. International van Senegal, die Mendy. Bea. Sonor, bal uit via Talment. Diep. Diep.
Bassi. Fofana. Van Gobbel. Bassi. Puel. Er komt druk. En de bal van de voet van Puel is een prooi voor de groei. En is niet het middel om die druk in resultaat om te zetten. Uitrap van de groei. Toon van Valérie. Maar ongetwijfeld zal Wim Jansen in de rust de spelers nog gewaarschuwd hebben. Hij heeft een aantal malen naar dit Monaco gekeken en geconstateerd dat het lijkt alsof ze geen kansen hebben, maar ze kunnen scoren uit niks, zei hij letterlijk. Voorlopig is de bal uit via Valérie daar, onder druk van deze blinker. Mag Wits geen gooien. Scholten. Sonor mis. Talment. Troost. Raakt de bal niet juist. Voor Troost is de motivatie geen vraag. Alleen de vorm. Gezien de gebeurtenissen van de laatste week. En het gebrek aan ritme. Fana en Sonor. Tot bij Passi. Thuram. De jonge invaller voor de geschorste Petit. Heus maakt inderdaad geen overtreding tegen Passi. Witsken. Hij blinkert niet. Valérie. En dan is daar even ruimte aan die kant. Passi. Goed verdedigd door Fraser. En dan is het gewoon een achterbal. Wat Passi en Diep daar ook van mogen vinden. Ja, verdedigd door Fraser. Goed en correct. Acht en een halve minuut is de tweede helft alweer bezig. 1-1, nog steeds in stand. Passi. Niet Sonor. Wel Talment. Scholten. Kiepric. Talment. Overtreding van Passi tegen Talment. Geen gele kaarten nog in de wedstrijd. In de vorige wedstrijd tegen AS Roma hier trok John Blankenstein 8 maal geel. De Nederlandse scheidsrechter, waarvan 5 voor Monaco. Kwijt af van Metgod. Troost. Bal is nog niet achter. Nu wel. Mandy. Diep. Deze verdedigt. Hier is Bea. Met God. De rust zelf. En met zijn routine misschien niet eens in de tweede jeugd. Maar zelfs in
de beste fase van zijn carrière, deze John Medford. Thuram. Sonor. Fofana. Ineens verlengd naar Passi. Met Scholten, dat is een vrije trap. Passi had nog iets te goed van Scholten. Duel. Valeri. Vreselijk verdedigde. Het is een ingooi ter hoogte van de middenlijn. Zo komt Feyenoord door dit soort pases niet echt onder druk. En deze Mendy moet beter kunnen. Hij begon bij een club die Jeanne d'Arc heette in Dakar. Voor hij in 89 bij Toulon weggehaald werd door dit Monaco. Dit is Thuram. Fofana. Te zacht. Puel kon er niet bij. Van Gobbel wel. Scholten. Passi. Puel, Fofana, Passi. Opgevangen door Van Gobbel. Fofana. Steekpaasje mislukt. Doorzien ook door Heus. Kipic kan die bal opwekken. Bijna onder duel vandaan. Barros. En met God. Blinde paas. Duel. Passi. Sonor. Loopt de bal over de zijlijn. Diep. Witsche. Diep Ritsch. Het centrum is nu Taument. Diep Ritsch loopt de bal over de zijlijn. Zegt de grensrechter. Diep. Valeri. BA gestart. Goed naar de bal gekeken door Fraser. Troost. Linker buitenspel gegeven. Monaco brengt een vaste invaller. Djorkaeff. Maar het haalt, merkwaardig genoeg, Fofana naar de kant. En dat zal Feyenoord niet eens spijten.
Ipic. Troost was goed meegegaan. En een pluim voor deze Sjaak Troost. Dan is dit natuurlijk een negatieve actie van Kipwitz. Kuel. Sonor. Daar is Wea, maar ook Fraser. Diep. Achterin is Rui Barros. Fraser haalt weg. Sonor met Puel. Bal is bij laatstgenoemde. Troost haalt weg. Thuram. Komt op diep. En daar blijft de kans onbenut. Mee opgekomen Thuram. Jonge verdediger. Gehaald door de trainer in Fontainebleau. Dit was de kans om voor zo'n jonge man een droom waar te maken. Rui Barros begint iets van een offensief op de groei af te komen. Diep, wacht lang. Met God krijgt een vrije trap tegen. Vijf of zes mans muur. Tover met God. Jorkaev. Diep. En waar valt die bal? Overtreding gezien tegen Witsche. Schot van diep. En hiervoor krijgt Witsche een vrije trap. Achteren raken. Riskant. Dat spel tussen de goeie en met God. Met Barros in de buurt. Mendy. Wel. Barros. Thuram. Bea. Passy verlengd. Nee, schiet zelf. Het leek erop dat hij zou verlengen naar Sonor. Maar hij probeerde het uit te draaien en dat bleek te lastig. Comment. Ja. Diep. Met Witsche. Valérie. Stel op wel meer en meer op één helft. Die waar Feyenoord verdedigt. Thuram. Te hoog voor Passy.
25 minuten nog. En het geen woorden maar daden klinkt door het Stade Louis II. Vrije trap tegen Regie Blinker. Het hoofd was laag, maar de voet was dichtbij. De vrije trap is naar Monaco. Sonor. Passi. Sonor. En die. Wea start te vergeefs. Komt nu naar de bal toe, Wea. En de goeie is op tijd voor Rui Barros. De bal neergelegd door Wea. Valerie. Monaco zet weer aan. Diep. En Feyenoord zet in om vroeg te storen. Dat lijkt verstandig. Sonor. Gobbel, dan Passi, niet stoppen. Behalve via een overtreding dan. Maar Stolbert en Vatten erin gooien overigens. Sonor, richting Wea. Vrezer, hoog. Kiepric, Scholten. Gobbel nu met Djorkaeff. Kiepric. Geraakt door Sonor. En stevig ook. Op de knie. En kijk naar de pijn. Verzorging door Gerard Meijer voor de Hongaar, die eigenlijk in de tweede helft van het seizoen Damascin afgelost heeft, de Roemeen. Die in eerste instantie de spitspositie bezette. En meteen ook verzorging voor Van Gobbel. Toen was er altijd winst in thuiswedstrijden voor Monaco. Tegen Swansea City werd het 2-1 en zelfs 8-0 hier. Nürköping werd uitgeschakeld door 2-1 en 1-0. Nog een keer dat moment rond Kiepric. En hij gaat verder. En tegen Roma speelde Monaco 0-0. Dus zelfs al zou het 1-1 blijven, dan is het voor Feyenoord zeker nog niet gedaan in positieve zin. Kiepric is er weer redelijk bij. Taument, die wat zuinig speelt om krachten te sparen. Maar altijd nog in staat geacht mag worden tot een eventueel beslissende actie. Rui Barros zwervend nu.
Van Noor. De Gobbel haalde weg. Thuram. Aan de rechterkant vraagt Passy. Rea wordt verdedigd door Fraser. Scholten. Linker. Witske, Scholten. Het is belangrijk voor Feyenoord om even het balbezit te koesteren. Talmert. Scholten. Witske, Heus, Linker. Niet langs Valérie. Kiepric. Passy. Over de knie bij Scholten. Scholten mag door. Fout van Thuram. De kans voor Kiepric die de bal te ver weg laat lopen. Sonor komt bij zijn volman Ettori. Die twee centrale verdedigers, Thuram en Mendy, spelen voornamelijk naast elkaar. En dat wil af en toe nog wel eens tot kleine misverstanden leiden aan de kant van Monaco. Hier is Wea. En dan is het altijd oplossen geblazen, maar voorlopig doet Fraser dat heel erg goed. Met God. Rui Barros. Steeds opgevangen als hij van de rechtervleugel weggaat door Sjaak Troost. Mendy. Tot zover laat Feyenoord het toe. En dan het foutje van Mendy. Die de tweede kans krijgt. Puel. Passy. Maar Feyenoord houdt tegenstander goed weg bij het eigen strafschopgebied vooralsnog. Sonor tegen Van Gobbel aan. Diep. Neergelegd door Troost. Monaco wil voor de tweede keer wisselen. Scheidsrechter heeft het nog niet gezien. Knako staat klaar. Nu kan hij komen. Het is Diep die naar de kant moet. Voor deze Jérôme Knako. Man uit Bordeaux, uit het westen. En een speler waar Wim Jansen ernstig van onder de indruk was. Bij Feyenoord staat dan Grieka klaar. Als opvolger van de vermoeide en wat aangeslagen Kiepric. Vrije trap van Djorkaeff. Aan de andere kant werd gejuicht omdat het misschien een doelpunt leek daar vandaan. Maar de bal is gewoon naast. Wellicht Ruud Heus nog daar. Maar de scheidsrechter lijkt niet van plan om verzorging toe te staan.
Minder nog dan een kwartier. Puel. Lea. De hele breedte bedoeld voor Valérie. Jaco, de nieuwe man. Duel. Barros. Opgevangen door Troost. En die. De voet van Heus. Als het pakket verzeild raakt. Passie. Uit de draai. Goed gestopt. Betere poging uit te draaien dan de vorige, maar de Goeie heeft er heel goed het oog in. Inga heeft bij zijn eerste activiteit, terwijl u keek naar die herhaling, Thuram enigszins aan het gezicht geraakt. Hier is de verdediger weer. Duel tegen Scholta. Driga is nog vers. Hij kan als eerste jagen. Dea. Geraakt door Fraser. En hij krijgt een vrije trap. Als gevolg dat Fraser nu ligt. En dat Fraser op straffen van Geel op moet staan. Fraser moet zich achter de achterlijn laten verzorgen. Daar snelt nu verzorger Gerard Meijer naartoe. En Monaco mag de vrije trap gaan nemen. Ongetwijfeld met de linksbenige passie. Goed geblokt en goed uitgekomen door Sjaak Troost. Sonor. Valérie, Feyenoord tijdelijk met 10 man. Troost terug kan niet. Dit wel. Goed. Heus. Monaco zet aan. Taxeert de overmacht situatie. Taxeert misschien de situatie van Feyenoord. Dat geen verdedigers op de bank heeft. Behalve de zeer onervaren Sjoerd Konrad. Deze probeert langs de achterlijn weer wat te lopen. Daar ziet u links. En Fraser komt terug. En het is weer 11 tegen 11. Inmiddels Griga. Maar Blinker kwam er niet aan. En Monaco komt net een offensief. Met nog iets meer dan 10 minuten. Van Gobbel. Ja, weer met Fraser in de buurt. Passie. Die meer hoon over zich heen krijgt dan wat anders. Nee, dit is Djorka heeft de invaller overigens. Inderdaad.
Lissabon zingt het Rotterdamse legioen. Maar nog 10 minuten hier en nog minstens 90 in Rotterdam. Moeten er verstrijken voor eventueel de grote beer weer uit de mottenballen gehaald kan. Aarzeling in de verdediging waar Griga gebruik van maakt. Bal over de zijlijn via Puel. Zo kan Feyenoord even de defensie ontlasten. Scholte kan met. Scholte. Een hoekschop zou het mooiste zijn. Maar een vrije trap is een zeer acceptabele troostprijs. Witsch achter de bal. Met God en Fraser onder andere mee in het strafschopgebied. Hoekschop van het hoofd van Tuel. Eerste corner in de wedstrijd na de rust. Ettori klaagt, maar krijgt geen gehoor. Thuram klaagt over de actie van Griga. De blinker neemt alle tijd om de bal naar de hoekvlag te brengen. Krijgt daarvoor geel. Vangbal van Ettori. Gele kaart van Blinker, overigens zonder gevolgen waar het schorsing betreft. Troost springt in de rug. Het spel mag door. Met Puel. Scholte. Blinker. Nog steeds aan de rechterkant. Niet langs Sonor, maar hulp van Scholte. Opgejaagd wordt door Puel. Moet oppassen dat hij zelf niet te veel doet. En hij heeft weer succes met een vrije trap. Overtreding geblazen tegen Puel. Twee nuttige acties van Arnold Scholte. Slecht schot van de invaller Jörg Kaif. Die als pinchhitter vaak scoort, zoals in de laatste competitieronde in Lens. Maar nu nog niet de juiste richting heeft gevonden. En dat is gelukkig voor Feyenoord, dat laten we dat nog een keer benadrukken. Hier met nog iets meer dan 5 minuten te spelen op een prima score van 1-1 staat voorlopig met een zeer gehandicapte ploeg. De Goei. En wat Feyenoord aangaat ziet het er naar uit dat natuurlijk over 2 weken in ieder geval Peter Bos weer van de partij kan zijn. En dat scheelt een redelijke slok op een borrel. Al is Troost op het middenveld zeer goed bezig. Hij haalde nu de bal voor WA weg. En hij laat zien dat het hart van een Noor Feyenoorder op de juiste rood-witte plek zit.
Jacob. Goede momenten ingegrepen door Witsche. Griga. Met vier man komt Feyenoord eruit. Maar dit valt niet te belopen voor Regie Blenker. Dorkai. Rui Barros. Met God. Rots in de branding. Het is een cliché, maar het is van kracht. Jorkaev. Ongoed in het centrum. Misverstand tussen Diep en Rui Barros. Mandy. En die trapt naast de bal. Fout bijna afgestraft. Door Griga. Hier is Passy. Tegen Scholten aan. En dan is het weer even over. Scholten. Thuram. Venor. Jorkaev. Sonor, ondanks Taument. En Fraser, die daar in het centrum ook een prima partij staat te voetballen. Jorkaev met Van Gobbel. Van Gobbel wat wild, krijgt een vrije trap tegen. De rand van het strafschopgebied. Dea bij de eerste paal. Dit zijn Mandy en Metgod. De hoekschop komt van Jorkaev. De goeie goed te vuisten er tegen. Valérie, kan hij nog een keer zo uithalen? Nee, gelukkig niet. Troost. Fraser, riskant om de bal nog te laten stuiten. En Feyenoord is even uit te zorgen met nog anderhalve minuut officieel. En misschien dat Monaco dan wel iets teleurgesteld heeft. Maar ook dat is natuurlijk de verdienste van de tegenstander. Blinker verliest de bal. Van Gobbel schermt Wea af. En Dim Jansen zal over twee weken zijn ploeg ongetwijfeld waarschuwen dat voor zover hij het gezien heeft, deze tegenstander in uitwedstrijden minstens even gevaarlijk is als thuis. Maar voorafgaand aan deze wedstrijd zei hij ook dat hij voor een gelijkspel ongezien zijn handtekening zou zetten. En het ziet ernaar uit dat hij dat gelijkspel zal krijgen. Witsche, prima. Thuram kwam. En Witsche haalt de bal op. Wil een hoekschop. Maar mag ingooien. Richting Griga. Nu is het wel een corner. En dat is gezond voor Feyenoord. Dat weet dat de blessuretijd al is ingegaan. Taument komt er voor over. Witsche.
de laatste aanval van Monaco. Misschien een wanhoopsaanval. Met Gnatko. Sonor hier. Djorkaeff. Met Troost. Vrije trap. Nee. Het mag. Het is een achterbal. Met de 1-1 waarvan Feyenoord hier op de drempel staat, is de finale op 6 mei in Lissabon binnen bereik. Zeker nog niet binnen, maar wie dit van dit Feyenoord verwacht had voor het begin van het seizoen, zou ongetwijfeld voor waanzinnig zijn versleten. En nu is de ploeg nog steeds in de halve finale van de Nationale Beker en halverwege kansrijk in de halve finale van het Europa Cup toernooi. Na een wedstrijd die in de eerste helft iets meer kon bekoren dan in de tweede. En waarin Heus in de slotfase de bal nog hoog buiten de lijnen brengt. 2 minuten extra speeltijd, u ziet het. Dat is voor de blessures van Kiprić met name natuurlijk. Heus met God terug kan niet. Maar dit wint tijd. Sonor. Scheidsrechter kijkt op het horloge. En blaast af. 1-1. Monaco. Feyenoord. Doelpunten van Witsche en Valérie. Beide voor rust. En het is goed zo. En zeker goed voor Feyenoord. Dat over 2 weken overigens nog een hele heis eraan zal hebben om